Toen Karel Huijbrechts, Beerschot-supporter en collega van mij bij de sportredactie, en nog altijd een goede vriend, die, toen die in de krant las dat ik een rekening geopend had, dan belde ik: Mark, waarom heb je dan het in Beerschot ook geprobeerd? Weet hoeveel dat kat na een maand? 15.000 frank. Ik zeg: ja, Karel, maar bij ons zal het anders zijn. En het was anders. Wie heeft KV Mechelen gered? De supporters. Wij. Van advocaten in de werkgroep tot 16-jarige jongens die van deur tot deur geld gingen inzamelen. De supporter van KV Mechelen, sympathisanten van KV Mechelen, Johan Dubare, Mark Uitroeven, Piet den Boer, Vivan Hoof, Erik Fiscaal, de spelers van toen hebben KV Mechelen gered. Het is een conglomeraat van heel velen. Hè? Het is een soort cirkel. En ik ben blij dat ik een klein stukje heb mee mogen werken aan dat gedeelte. Ik weet het niet. Het is een beetje vreemd, maar ook een beetje uniek. Toeval, denk ik. Het lot, zoals ze mooi zeggen. Ik denk dat KV Mechelen, als er één iemand is waar ze veel aan te danken hebben, is het Mark natuurlijk. Het was een piramideverkoop. En op de top van de piramide, de farao van Mechelen, was... was Mark Uitroeven, want zonder hem was dat echt niet gelukt. Zeker niet. De basis van alles is Mark Uitroeven. Het feit dat we gered zijn, was het enige wat telde. En dat gaat nooit weg natuurlijk bij mij. Dus dat is echt waar iets dat, dat zit in mijn lijf. En dat is het belangrijkste wat ik ooit gedaan heb. Is het een van je belangrijkste verwezenlijkingen? Het enige wat ik ooit gedaan heb, is bijgedragen tot de redding van KV Mechelen. In mijn, dat is zo hevig geweest. Dat is zelfs ook niet te vergelijken met mensen zeggen van mijn huwelijksdag of zo, of de geboorte van mijn kinderen en zo. Natuurlijk is dat ongelooflijk speciaal en is het oneerlijk om het te vergelijken, maar ik heb dat tegen mijn dokter zelf al gezegd. Van de Malinois, dat maakt niet kinderen krijgen, dat maken veel mensen mee, maar de Malinois redden niet. En waarom denk je dat dat gevoel zo sterk is bij jou? Omdat het zo uitzichtloos was.